Welkom bij Arnhem Report op Reces Met. Tijdens de politieke break is de bestuurlijke crisis in Arnhem nog altijd in volle gang. Tijdens deze serie spreek ik alle Arnhemse gemeenteraadsfracties in de Eusebiuskerk. Vandaag Koen Verheij, fractievoorzitter van de PVV. Hij voelt zich na een jaar ontzettend thuis in de Arnhemse politiek. En zal zijn aankomend vaderschap hem dit jaar verder inspireren? Nou, goedemiddag, meneer Verheij, fractievoorzitter van de PVV. Tweede seizoen van Op Reces Met. Vorig jaar spraken we elkaar ook. En nu weer in de rustperiode even tussen twee politieke jaren in. Allereerst even de periode zo van het reces. Even wat minder politiek, kan ik me voorstellen. Hoe ziet dat op dit moment een beetje voor u uit? Wat doet u als u eventjes wat minder met politiek bezig bent? Ja, ik heb ook nog gewoon mijn werk naast het gemeenteraadschap. En ja. Dat loopt in principe gewoon door. Mm-hmm. Ik heb nu 2 weken vakantie. Mm-hmm. En binnenkort ga ik lekker even tussenuit, even 10 dagen. Ja. En dan lekker tot rust komen. Ja, de meeste raadsleden hebben dat gewoon werk daarnaast natuurlijk. U ook. Wat voor werk doet u? Ik ben inkoper bij een elektrotechnische groothandel. Oké. Okay. Dus, dat bevalt? Bevalt heel goed. Ja. Ja. Goed combineren met raadswerk? Of? Het is hier in Arnhem, dus de reistijden zijn heel kort. Mm-hmm. En in principe is dat goed te combineren. Ja. Ja. Okay. Ik moet zeggen dat ik wel heel veel aan het werk ben. Dus weinig vrije tijd. Ja. Dus, maar op zich is dat te doen omdat ik het raadswerk vooral heel erg leuk vind. En het mm-hmm. geeft veel voldoening. Ja. Dus het voelt niet aan als werk. Ja. Ja. Binnenkort inderdaad even op vakantie. Ja. Waar gaat u heen? Portugal, naar de Algarve. Okay. Nou, nog plannen of dan even lekker ontspannen? We hebben een autootje gehuurd, dus we gaan lekker het gebied verkennen. En lekker genieten van de omgeving. Ja. En andere dingen zo in de vakantie die een beetje oppakt, qua hobby's of bij je tijd? Of ontspannen wellicht? Niet echt hobby's of iets dergelijks, maar gewoon lekker een boek om het te lezen. Ja, lekker bijlezen inderdaad. Ja. Over politiek, maar ook gewoon boeken voor ontspanning. Ja. En wat lees je dan zo wel? Heb ik al een paar keer gelezen. Ik heb een bepaalde trilogie, dus een fantasy trilogie. En dat vind ik heel erg leuk om te lezen. Het is niet van Tolkien, maar. Ik ben de naam van de schrijver even kwijt. Maar dat is echt een boek van meer dan 1000 pagina's. Ja. En het bestaat uit 3 delen. En dat vind ik leuk om te lezen. Ja, ja. Die pakt u even bij in de vakantie. Ja, ook. Ja, maar ook boeken over politiek andere dingen. Ja, ze zeggen, politiek en een baan is al heel erg druk. Nu heb ik begrepen dat er ook nog een kind aankomt dit jaar. Wordt misschien alleen maar drukker. Maar misschien kan ook wel weer de energie geven natuurlijk. Ja, klopt. Ja, ja. Gefeliciteerd in ieder geval ermee. Dank je wel. Ik kan me voorstellen dat u daarnaar uitkijkt. Ja, zeker. Ja, het wordt voor mij de eerste keer. Dus het is allemaal heel spannend. Ja. En ik kijk er echt naar uit. En ik vind het gewoon super leuk. En het is heel bijzonder dat gaat gebeuren. Ja. Zijn er wel van sporters die dan een kind krijgen, gaan vaak eens extra presteren? Zullen er voor politicus ook gelden, denk je? Nou, misschien wel. Dat kan het een extra motivatie geven om toch je stad en de wereld om je heen nog beter en mooier te maken. Ja. Dat je een extra verantwoordelijkheid voelt. Ja, niet alleen voor de burgers, maar ook voor je eigen kind. Ja. Het was ook eigenlijk misschien uw eerste volledige jaar in Arnhemse politiek eigenlijk, hè? Ja, klopt. Na de verkiezing dat u erbij kwam. Hoe is dat zo bevallen? Wat heeft u allemaal zien gebeuren het afgelopen jaar? Het politieke werk is mij ontzettend goed bevallen. Mm-hmm. Het was, ik had geen politieke ervaring. Dus het was voor mij natuurlijk de vraag of het beeld wat ik ervan had, of dat klopte. Mm-hmm. Dat het bij mij zou passen, dat ik het leuk en interessant zou vinden. En dat is eigenlijk volledig bevestigd. Mm-hmm. Ik vind het echt geweldig om te doen. Mm-hmm. Wat maakt het zo leuk? Wat maakt het geweldig om te doen? Je zit in het midden van waar de beslissingen genomen worden. En je mag erover meepraten. En je mag erover meebeslissen. En je mag je steentje bijdragen aan een betere maatschappij. Mm-hmm. En
je hebt echt invloed. En het is een grote verantwoordelijkheid, maar het is vooral een hele grote eer om ja, de stem van jouw kiezers te mogen vertegenwoordigen in die gemeenteraad. Het politieke jaar is heel positief geweest voor ons als fractie, in de zin van dat we nu als nieuwe politieke partij in Arnhem er zijn. En dat het inderdaad loopt. Mm-hmm. Alleen, we maken ons wel ernstige zorgen over de richting die de politiek in Arnhem heeft op dit moment. Ja, u zegt van, nou, ik vind het hartstikke leuk in de politiek. Nou ja, inderdaad, een aantal weken geleden trokken twee partijen, GroenLinks, Partij van de Arbeid, sterker uit de coalitie. Allereerst wat je daarna ook ziet gebeuren, ook in de media, met dingen die over en weer geroepen worden. Hè. Een paar quotejes zomaar even van een aantal. Maar meneer Koenen zegt van, partijen frustreren processen, zijn niet bezig met het leiden van de stad. Meneer Van der Laak zegt van, het is een wespennest, worden personen ingehakt. Meneer Becker zegt, wil om samen te werken ontbreekt. Zo wordt er nogal wat gezegd over en weer, wat ja, toch een beeld geeft. Waarvan denk ik, de Arnhemse burger denkt van, is het allemaal wel zo leuk daar binnen de Arnhemse politiek? Hoe kijkt u daarnaar, dat hele gebeuren over en weer en die sfeer die daar ontstaat? Je hebt natuurlijk raadsleden die lopen al wat langer mee. En je hebt ook relatief veel nieuwe raadsleden. Mm-hmm. Ik denk dat de sfeer onderling die wij als fractie meemaken, wij zijn volledig nieuw, dat die prima is. We mm-hmm. kunnen in principe met iedere fractie goed door een deur. Mm-hmm. Alleen je merkt wel hier en daar dat er nog wat oud zeer zit. Mm-hmm. Maar u hoort en leest dingen toch ook die geroepen worden onderling? En ja, zijn collega's van u dan, maar u maakt natuurlijk ook onderdeel van uit. Het zegt iets over de sfeer binnen de politiek wel. Nou, ik denk dat dat er veel wantrouwen onderling is. Mm-hmm. Dat er te veel politiek wordt bedreven en dat er daarmee te weinig rekening mee wordt gehouden met wat voor verantwoordelijkheid er is voor de stad. Mm-hmm. Dat vind ik wel jammer, dat politieke gewin blijkbaar belangrijker is dan er samen uitkomen. Want er zijn nogal wat problemen in Arnhem mm-hmm. die aangevlogen moeten worden. Ja. En dat moet ook snel gebeuren. Ja. In gesprek met de informateurs noemt u ook een aantal dingen die dan voor uw partij heel belangrijk zouden zijn. U zegt ook al aan, van, nou, het zijn wel veel partijen die misschien niet met ons samen willen. Dus het was misschien niet heel groot dat u in de onderhandelingen betrokken wordt. Maar wat voor u belangrijk zou zijn, zegt u, de-islamiseren, betere zorg, meer middelen naar veiligheid en lastenverlichting. Wat zou u graag op die punten willen voor de stad? Ja, wat zou ik graag op die punt gewoon in zijn algemeenheid. Ja, nou, u zegt van dit. Eigenlijk zegt u van. Kijk, als wij aan zouden sluiten, dan zouden dit belangrijke punten zijn. Dus wat zou. Dit zijn de speerpunten van ons partijprogramma. Ja, ja. Dit is waar wij voor staan. Mm-hmm. En wat wij zouden willen is denk ik duidelijk en bekend. Wij willen sowieso dat de instroom van niet-westerse immigranten of immigranten mm-hmm. in het algemeen, dat die mm-hmm. gestopt wordt. We willen moskeeën sluiten, islamitische scholen sluiten. En we willen gewoon dat de invloed van de islam, dat die verdwijnt in onze stad. Mm-hmm. Op het gebied van zorg, we willen gewoon dat er voldoende financiële middelen zijn voor goede zorg. En dat die zorg echt de hoogste prioriteit krijgt in Arnhem. Hoe zou goed georganiseerde zorg er dan uitzien? Wat moet er terug of wat moet er veranderd worden? Nou ja, gewoon wat mij betreft mogen er weer verzorgingshuizen komen. Maar vooral meer capaciteit. Okay. Je ziet de sociale wijkteams, dat die sterk onder druk komen staan. Mm-hmm. Op het gebied van capaciteit. Mm-hmm. Daar moeten gewoon meer mensen naartoe. Ja. Ja. Meer handen aan het bed. Meer handen aan het bed. Uiteindelijk. Veiligheid, natuurlijk. Meer middelen naar veiligheid. Ja. Wat gaat er niet goed op het gebied van veiligheid op dit moment? Nou ja, ten eerste is natuurlijk Arnhem een van de meest onveilige steden van Nederland nog steeds. Mm-hmm. In dat lijstje komt Arnhem steeds terug. Mm-hmm. Daar moeten we iets aan doen. Ja. En de huidige burgemeester is ook aangesteld om daar voortvarend mee aan de slag te gaan. Mm-hmm. En als je dan ziet dat hij, op het moment dat hij de kans heeft om meer agenten naar Arnhem
te krijgen. Mm-hmm. Dat hij die kans volledig laat lopen. Mm-hmm. Door 13 FTE-agenten aan de regio te gunnen. Dan denk ik dat we echt heel verkeerd bezig zijn. Mm-hmm. En daarnaast denk ik... Je hebt natuurlijk in beperkte mate invloed als gemeente op de hoeveelheid blauw op straat. Dat wordt vanuit de landelijke overheid wordt dat opgelegd. Alleen je kan natuurlijk wel iets met BOA's, kun je dat repareren. Ja, daar zou je meer van willen, daar extra geld naartoe. Ja. Van handhaving, oké. Okay. Meer handhaving. Misschien indirect gerelateerd aan veiligheid, maar ik aan van, nou, ik zou het ook nog wel even willen hebben over radicalisering. Hè? De Arnhemse terreurgroepen. Eerst terugkeerders, Salafistische imam die we gehad hebben. Een aantal verschillende onderwerpen, maar even het kopje radicalisering, laat ik het zo maar even noemen. Hoe kijkt u daar tegenaan in Arnhem op dit moment? Hoe gaat die aanpak van mogelijk geradicaliseerde jongeren? Nou, laat ik vooropstellen dat het deradicaliseren is natuurlijk alleen maar nodig als gevolg van de islamisering van Nederland. Mm-hmm. Als dat er niet zou zijn, dan was zo'n aanpak ook volledig overbodig geweest. Mm-hmm. Dus voorop staat dat we willen de-islamiseren. Je ziet dat PVV in principe de enige partij is die dat wil. Mm-hmm. Dus wij staan als enige partij met de neus de goede kant op. Mm-hmm. Dus de-radicaliseren of in ieder geval daar zicht op houden... Mm-hmm. Dat is nodig om te voorkomen dat terroristische aanslagen gepleegd worden. Mm-hmm. Nou, we hebben ook gezien in Arnhem dat er een terreurcel is opgepakt. Ja. En de burgemeester die kwam, die klopte zichzelf ontzettend daarmee op de borst. Mm-hmm. Dat een voortvloeisel was uit de Arnhemse aanpak. Onterecht denkt u? Ja, tuurlijk onterecht. Waarom? Nou ja, je ziet... Het is gewoon gebleken dat als gevolg van infiltratie van het landelijke antiterreur eenheid, dat daarom die cel is opgerold. Mm-hmm. Het is niet zo dat we door een programma hier in Arnhem, waarbij we met mensen aan het praten zijn, waarin we het netwerk aan het onderhouden zijn, dat we... die mensen in het zicht gekregen hebben. Meer een landelijke aanpak dan een lokaal, dat is wat u zegt? Of? Ja, alleen het probleem is dat daarmee wel er de schijn van wordt gegeven dat het goed gaat in Arnhem, mm-hmm. terwijl het tegenovergestelde juist het geval is. Missen we in de Arnhemse aanpak op dit moment nog dingen waardoor het dan fout loopt? Nou ja, volgens mij heeft Omroep Gelderland daar onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. En daaruit bleek dat inderdaad een hoop dingen fout gaan. En dat er gewoon te weinig aan gedaan wordt. Mm-hmm. En dat de dingen die beschreven staan in het stuk waarin staat wat we eraan gaan doen, dat die gewoon niet uitgevoerd worden. Ja. Daar zit wel uw twijfels bij. Er blijft ook ieder jaar geld over wat ervoor gereserveerd is. Dus ik snap niet waar we dan mee bezig zijn. Nee. Aan de ene kant wordt op de borst geklopt dat de Arnhemse aanpak van de radicalisering geweldig is. Aan de andere kant blijkt er uit een onderzoek van een lokale omroep... dat het tegenovergestelde het geval is. Ja, ja. En uit financiën van de gemeente blijkt datzelfde. Ja. Dus nogmaals, dan vind ik de rol van de burgemeester daarin zeer zwak. Ja, ja. Die salafistische imam is aan de orde gekomen naar aanleiding van vragen van ons, van de PVV... Mm-hmm. En ik heb grote twijfels erbij of dat naar buiten was gekomen als wij er niet over aan de bel hadden getrokken. Mm-hmm. Dat ten eerste. En we hebben toen ook gevraagd aan de burgemeester of hij een gebiedsverbod wilde opleggen voor die salafistische imam. Mm-hmm. Want die was uitgenodigd om hier een gastvoordracht te komen geven. Mm-hmm. Nou, dat wilde hij niet doen. Mm-hmm. Hij mocht hier gewoon komen. Dus ook... In dit geval vind ik dat zijn rol niet heel sterk is. Mm-hmm. Aan de ene kant zegt hij, ik trek ten strijde tegen het salafisme. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, als puntje bij paaltje komt, neemt hij niet die maatregelen. Mm-hmm. Hij doet wel uitspraken dat het salafisme onmenselijk is. Mm-hmm. En dat snap ik ook vanuit het idee wat hij heeft. Mm-hmm. Dat de islam uit meerdere... gradaties zou bestaan. Mm-hmm. En dat het salafisme alleen maar
daar een slecht uitvloeisel van is. Mm-hmm. Wij vinden dat de islam aan zich als geheel, dat die niet bij Nederland past. Mm-hmm. Maar als je dan de kans krijgt om echt stevig op te treden en dat dan niet doet, dan heb ik ook mijn twijfels erbij van ja, wat is je echte agenda dan? Arnhemse klimaatmaatregelen, die nu ook als onderwerp om even aan te stippen. Er wordt best wat geïnvesteerd in Arnhem natuurlijk, klimaatfonds van 10 miljoen, wijken die eigenlijk vrijgemaakt moeten worden, dat soort zaken. Ja. Hoe kijk je er tegenaan? Het bezwaarlijke ervan vind ik, en het is ook wat ik al in het begin van het interview zei, je ziet heel erg dat eigenlijk alle fracties in Arnhem dezelfde kant op lopen. Mm-hmm. VVD die gaat met de auto, GroenLinks die gaat met de trein, de Partij van de Dieren die gaat met de bakfiets. Maar ze gaan allemaal één kant op en dat is richting de energietransitie. Mm-hmm. De PVV is de enige partij die daar geen geld aan wil verspillen. Mm-hmm. En als je naar de plannen kijkt, dan moet daar zoveel geld naartoe. Dat is gewoon eenvoudigweg niet op te brengen. Mm-hmm. Daarnaast de noodzaak voor die maatregelen, die ontbreekt volledig. Want er is niet te zeggen wat voor een effect het heeft. Mm-hmm. Het doel is 2 graden. Minder temperatuurstijging op aarde. Mm-hmm. Maar in Arnhem moeten daar miljarden aan uitgegeven worden, zonder wat je weet wat voor bijdrage dat oplevert. Het is voor mij wat anders dat u zegt dat er geen milieumaatregelen moeten komen, toch? Want daar bent u niet per se tegen. Het gaat met name om die hele energietransitie gaat een stap te ver. Wat bedoel je met milieumaatregelen? De isoleren van huizen, dat soort zaken. Ze hebben over van plastic vermindering, dat zijn niet zaken waar u per se dan weer tegen bent, toch? Of? Nee, als je gewoon verstandige maatregelen om vervuiling tegen te gaan. Ja. Nee, natuurlijk zijn wij daar niet tegen. Nee. En het isoleren van huizen, dat kan gewoon economisch gezien voor mensen die het moeilijk hebben, kan dat heel veel opleveren. Ja. Alleen, wij hebben niet als doelstelling om met behulp van subsidies een hele energietransitie te realiseren. Nee, nee. Afvalbeleid dan. In ieder geval op de Arnhem met het afval omgaan. Ook de laatste jaren, maar wel langer, nog wel onderwerp van discussie. Met Diftar, wat in ieder geval een meerderheid van de raad nog steeds graag in wil voeren. Dat we gaan betalen per afvalzak. Ja, dat zeg je heel goed. Nog wel. Nog wel, ik voel dat er een kentering gaande is. Ja, Hoe dan? Nou, met name bij de PvdA, die komen toch wel schoorvoetend tot inzicht dat het misschien niet zo'n heel goed idee is. In de achterkamertjes wel? Ook in de raadsvergadering wel. Alleen ze blijven nog wel achterstaan. Maar, Je voelt een kleine draai aankomen. Ja. Oké. En daar bent u blij mee, begrijp ik? Ja, natuurlijk. Betalen per afvalzak vindt u geen goed idee? Nee. Nee. Het effect wat ze daarmee beogen, dat de mensen minder afval zouden creëren. Mm-hmm. Dat gaat niet gebeuren. Mm. Want je legt het probleem neer bij je burgers. Gaat u maar minder afval maken. Maar de burgers hebben gewoon nog steeds dezelfde behoefte om te consumeren. Ja. Daar komt nou eenmaal afval bij. Mm-hmm. Het wordt gewoon een extra afvalbelasting. Mm-hmm. En daar zijn we geen voorstander van. Nee. Het effect wat je daarmee wel gaat krijgen en waar volledig langs heen gegaan wordt, is dat onze straten gewoon verder vervuild raken. Mm-hmm. Dat er gewoon veel meer afvaldumping komt. Waarom? Omdat als mensen per zak moeten gaan betalen, dan gaan ze gewoon een afvalzak maken wat niet te traceren is. En dan gaan ze gewoon naast de container neerzetten. Ja, om kosten te ontwijken op die manier. Ja. Wat zou voor u een beter alternatief zijn voor de afvalinzameling? Nou, het systeem wat we nu hebben loopt volgens mij prima. Mm-hmm. Je zou nog eraan kunnen werken om de fractie met plastic, metaal en drinkverpakkingen, om dat wat schoner te krijgen. Mm-hmm. Of je zou kunnen kijken naar nascheiding van afval. Dat je het probleem niet bij je burger neerlegt. Ja. Maar dat je gewoon als gemeente jouw taak uitvoert. En ervoor zorgt dat mensen gewoon netjes hun afval kwijt kunnen. Waar ze ook belasting voor betalen. Ja. Aantal vragen van collega's. Ik dan even naartoe. Ik heb zelf ook een aantal bedacht natuurlijk.
Een aantal collega's van u ook. Ik loop er even een aantal doorheen, zoals we die allemaal doen. Vraag van Matthijs Loor van D66. Zeg van, nou, zit in de politiek om samen doelen te bereiken. Wat is het belangrijkste als u in maart 2021, volgende verkiezingen volgens mij, bereikt wat hebben in Arnhem? Het belangrijkste is dat we zoveel mogelijk de verdere islamisering van Arnhem hebben tegen kunnen houden. Mm-hmm. Door bij al die kleine stapjes aan de bel te trekken, mm-hmm. te signaleren en daartegen in te gaan. Dat is het allerbelangrijkste. Mm-hmm. En daarnaast... Even een paar concrete, u heeft een aantal dingen genoemd die u wil. Er zijn een aantal dingen die zeggen van, nou, die lijken me haalbaar om dat inderdaad binnen die 3 jaar misschien voor elkaar te krijgen. Nou ja, kijk, zoals die salafistische imam, die mm-hmm. is uiteindelijk niet naar Arnhem gekomen. Nee. Nou ja, dat ja. Is gewoon heel waardevol. Mm-hmm. En daar ben ik best trots op dat, mm-hmm. dat bereikt is. Mm-hmm. Kijk, dat Turkse festival, wat eigenlijk in feite georganiseerd wordt door de Grijze Wolven, mm-hmm. Ja, dat hebben we helaas niet kunnen tegenhouden. Mm-hmm. Maar we hebben het wel aan elkaar kunnen stellen. Mm-hmm. En ja, ze weten nu dat de schijnwerpers op hun mm-hmm. gericht staan. Dus mm-hmm. dat ze niet meer konden doen wat ze deden. Ja. Maar heeft u nog nieuwe doelstellingen? Zeg van, nou, 2021 hoop ik er toch weer een paar extra stapjes in gezet te hebben? Nou, wij zijn ervoor om het bestuur te controleren. Mm-hmm. En wij willen dat onze doelstellingen... Dat het dagelijks bestuur van Arnhem daarbij... Wij willen hun zeg maar aan de hand nemen om daar toch naar te kijken. Mm-hmm. Ondanks dat ze dat misschien niet willen. Mm-hmm. En dat ze dat voor Arnhem toch mm-hmm. goed invullen. Oké, okay. Ja. Dus want, ja, wij willen natuurlijk heel graag dat alle moskeeën in Arnhem gesloten worden. Ja. Maar ja, in de huidige samenstelling zal dat waarschijnlijk niet gaan lukken. Mm-hmm. Maar wat we kunnen doen, mm-hmm. dat willen we graag. Oké, dank u wel. Erik Grevink die vraagt hoe u van plan bent om de komende jaren de samenwerking binnen de Raad op te zoeken. Op onderwerpen waar we de samenwerking kunnen vinden, zullen we dat zeker niet nalaten. Mm-hmm. Kijk, wij beogen dingen die de meeste andere partijen niet mm-hmm. willen. Ja. Dus wat dat betreft is het gewoon heel goed dat wij vanuit de oppositie mm-hmm. kritisch zijn naar het college, mm-hmm. naar de coalitie. En dat we proberen te voorkomen dat zij de bizarre plannen die ze hebben, dat ze die zomaar kunnen uitrollen. Mm-hmm. Maar er zijn zeker onderwerpen, met name op het gebied van zorg, waar we wel mm-hmm. met de neus de gelijke kant op zouden kunnen staan. Ja. Dus daar gaan gewoon op ieder raadsvoorstel gaan wij bekijken mm-hmm. Hoe we daar de samenwerking kunnen vinden. En ik vind ook dat wij als fractie best wel netjes en eerlijk gestemd hebben. Ongeacht van welke fractie het afkwam, mm-hmm. hebben wij puur op basis van inhoud beoordeeld van zijn wij hiervoor of zijn wij hier tegen. Mm-hmm. En we gaan er ook over in gesprek met andere fracties van, god, wat bedoelen jullie hiermee? Mm-hmm. En dat zullen we ook blijven doen. Leo de Groot van de Partij voor de Dieren, die vraagt om een beetje vooruit te kijken, een beetje, 50 jaar vraagt hij. 50 jaar? Ja. Ja. En hoe het vervoer er dan uitziet, het vervoer van de toekomst, wil je eigenlijk weten wat uw visie daarop is. Mijn visie over het vervoer van de toekomst. Ja. Over 50 jaar. Mm. Dat is best een poos. Ja. Dus het kan alle kanten uit. Maar heeft u er wel eens over nagedacht? Dat het dan nou ja, zou kunnen zijn? Ik had het laatst, dus een beetje voor de lol hoor. Ja. Maar ik had het laatst met mijn fractiegenoot over van, het zou toch mooi zijn als we nou kernfusie kunnen doorontwikkelen. Mm-hmm. Dat we gewoon van die nuclear power packs hebben, heel klein. Ja. Waarmee we ja. gewoon onbeperkte energie hebben. En, dat je gewoon je eigen persoonlijke nuclear powerpack hebt en dat je gewoon die in je transportmiddel stopt en je dan kan gewoon je eigen energie op zak, zeg maar. Ja, en, inderdaad. Sarah Dobbe dan nog, die vroeg zich af of het niet verstandiger was geweest om het noodfonds, het sociaal noodfonds in stand te houden.
om institutionele zorgtekorten op te vangen. Zodat we wat minder de paniekerige reactie wellicht hadden gehad die nu ontstaat op de zorgtekorten. Deelt u die visie? Ja, nou ja, weet je, het noodfonds wordt nu eigenlijk gebruikt om een structureel tekort op te lossen. Nee. En daar is het helemaal niet voor bedoeld. Nee. Dus het wordt nu aangesproken al een jaar lang. Omdat het college meent dat ze geen inzicht hebben of de kosten structureel of incidenteel zijn. Terwijl nu blijkt dat heel groot deel dat het structureel is. Ja, maar ze willen het noodfonds juist in stand houden. Maar zegt u dan eigenlijk van ja, noodfonds is niet bestemd voor structurele tekorten, dus dat is geen oplossing? Of? Nou, het wordt nu misbruikt om structurele tekorten mee op te lossen. Ja. Dat had niet mogen gebeuren. Mm-hmm. Er had gewoon eerder meer geld naar de zorg moeten gaan. Mm-hmm. Ja. En het noodfonds, ja, om incidentele tekorten in de zorg op te lossen, is dan een prima ding. Ja, en dat moeten we zeker in stand houden. Ja. Niet voor deze problematiek, er zijn andere oplossingen voor nodig. Ja, er moet gewoon meer geld naar de zorg. Structureel. En minder geld naar klimaatmaatregelen. Ja. En cultuur, denk ik. En cultuur. Ja, ja. Dankjewel. Ik zal u even helpen, ja, precies. Oké. Vorig jaar, toen eindigde ook even met een cijfer. Weet u nog wat het was toen? Voor u zelf. Dat heb ik gezegd 7 of 7,5? 7 was het toen. 7, ja. Zijn wel, misschien nou, net begonnen, dat was mij ook voorzichtig even inzetten. Ja. Zeiden van, het kan beter en het gaat beter worden. We hebben een fantastisch team. Is het beter geworden afgelopen jaar? Als ik u nu vraag om een cijfer, is het dan hoger of blijft u nog even op een 7 zitten? Ik denk dat wij qua debatvoering wel gegroeid zijn. Dat we steeds beter inzichtelijk hebben hoe het eraan toe gaat in de gemeenteraad. Mm-hmm. En dat we ook steeds makkelijker de weg weten te vinden. Dus ik vind wel dat wij als fractie gegroeid zijn, ja. Mm-hmm. Ja. Mag het dit jaar zijn voor cijfer? Nou, laat ik dan bescheiden zijn en zeggen een 7,5. Maar, 7,5. Weet kleine, je, kleine stapjes. Ja. Het kan altijd beter, mm-hmm. Dus het zal nooit een 10 worden. Nee. Dat is ook ons streven. Mm-hmm. En ik wil ook heel graag verder en nog groeien als fractie. Mm-hmm. Om gewoon zo goed mogelijk onze invloed te hebben. Ja. En waar zie je dat dan in? Welke groei wil u komend jaar nog doormaken? Dus altijd streven naar beter, dus volgend jaar hoopt u misschien op een 8 te zitten. Waar gaat het dan in zitten? Nou, dit jaar, vooral op het gebied van debatvoeren, zijn we gegroeid. Mm-hmm. En komend jaar wil ik toch wat meer op het gebied van andere raadsinstrumenten groeien. Dus moties, misschien dat we één of meer initiatiefvoorstellen gaan doen. Mm-hmm. Wat meer amendementen indienen. Mm-hmm. Heeft u ook inhoudelijk al ideeën waar dat op gaat zitten? Dat rapport over bescheiden radicalisering komt eraan. We krijgen de begroting straks in september. Mm-hmm. We zullen toch ons wat meer proberen toe te spitsen op onze eigen speerpunten. Mm-hmm. Die zullen niet continu aan de orde zijn. Mm-hmm. Dus maar misschien dat we het wat meer gaan sturen, zelf erop gaan sturen. Dat die onderwerpen wat meer aan bod komen. Ja, ik kan dingen ook zelf agenderen natuurlijk. Ja. Voorstellen schrijven. Oké, dus dat mogen we meer van u gaan verwachten dit jaar. Ja. Gaan we de gaten houden. Dank u wel. Okay. Bedankt voor het gesprek. Ook bedankt. Fijne vakantie. Dank je wel. En succes aankomend jaar. Dank je. Oké. Okay.